Interview. De redactie van de nieuwsbode wil mij graag interviewen in het kader van de slotlaanverhaaltjes. Ik heb ze gevraagd waarom ik. Ik ben niets. Ik kan alleen maar wat schrijven en zelfs dat nog niet eens foutloos. Maar verder kan ik niets, echt niet. Voor de rest ben ik een mislukkeling en lelijk ook. Er is geen fotograaf die mij nog een beetje knap op de foto krijgt. Nogmaals, ik ben echt waardeloos zonder mijn vriendin, zonder Tilly. Neem haar. Zij is speciaal en bijzonder. Zij treedt dan misschien niet zo naar de voorgrond, zoals ik. Maar zij heeft het ook niet nodig. Zij is goed van zichzelf. Zonder blabla. Echt, neem haar. Geef haar de kans om iets te zeggen. Naar haar moet je luisteren. Zij kent de weg. Zij heeft de sleutel. Fotografeer me haar maar. Zij is mooi. Ik hang er gewoon een beetje bij. Weet alleen maar te overleven door me stevig aan haar vast te klampen. Maar de redactie van de nieuwsbode wil niet naar mij luisteren. Dus we zullen wel zien. Binnenkort. Prominent in de nieuwsbode.